Goeiedag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Q-Time. We starten ons tweede seizoen van Q-Time op een, zoals u ziet, hele andere, frisse, leuke, vernieuwde manier. Hopelijk geniet u er ook van. We gaan direct van start met onze eerste gast vandaag. En het is namelijk Rolinzo Huur van de Young Professionals Café Organisatie. Hij heeft samen met zijn team het afgelopen weekend een talkshow georganiseerd. En het heet namelijk Talk the Talk. Dus we vonden het belangrijk om even met Rolinzo een babbeltje te maken om te kijken wat de Young Professionals allemaal in petto hebben en wat ze allemaal van plan zijn. Want deze organisatie die belooft wat voor de toekomst. Dus we maken een babbeltje vandaag in Q-Time met Rolinzo. Rolinzo, welkom erbij. En je bent onze eerste gast in de nieuwe Q-Time opzet. Dus ook van harte welkom. Dankjewel. I feel honored. So thank you for having me. En kijk naar uit. Vertel ons wat meer over de Young Professionals. Wat voor organisatie is dat? Hoe lang zijn jullie al bezig? En wat is jullie uiteindelijke doel? Jazeker. Het Young Professionals Café, om te starten, is een samenwerking tussen Alembo en Brian van het Kruis. Brian van het Kruis is eigenaar van Suposo, Susan Zo, mede-eigenaar van Barbizar. En als deel van ons MVO-project, dus Alembo's MVO-traject, hebben wij dus Young Professionals Café opgericht. Dit is vanuit een behoefte over Young Professionals, wat zij eigenlijk allemaal nodig hebben in het leven. En op basis daarvan hebben wij dus drie pilaren opgezet. Terwijl drie competenties, namelijk visie, netwerken en entrepreneurschap of ondernemerschap. En op basis daarvan worden dus onze evenementen georganiseerd. Oké, dus visie, netwerken en entrepreneurschap. Ondernemerschap, yes. Geef me een definitie van een young professional. Wij hebben het zo genomen dat een young professional kan zitten tussen de 18 en 35 jaar, die hbo-studerende is of afgestudeerd is, die wil starten met de onderneming of reeds is gestart en die gewoon behoefte heeft aan ontwikkeling, aan visie en aan iets worden in de maatschappij. En die zoekt natuurlijk naar heel veel voorbeelden en heel veel motivatie. En dat wilden wij geven door middel van dit café. Ja, een beetje guidelines, hè, over hoe dat eraan toe gaat in de praktijk. Maar je noemde net dat eigenlijk de young professionals een hbo-opleiding moeten hebben afgerond. Maar ik weet dat zeker in coronatijd er zoveel jonge mensen zijn die ondernemend bezig zijn geweest, met hun eigen business zijn gestart, maar niet per se altijd een hbo-opleiding hebben. Horen zij ook dat de young professionals volgens jullie? Ja, zeker. Het zijn of, niet en. Dus mensen met een hbo-opleiding misschien, want die denken dus ook in de soms meestal verder. Maar ook anderen die zeg maar from scratch zijn begonnen, zonder papieren, aan een heel leuk plan, een heel leuk idee, dat uiteindelijk het iets groots is geworden. Dus zij allemaal horen tot de young professionals. Oké. En als we dus mensen hebben die kijken en zeggen van, ik voldoe aan die criteria. Wat moet je doen? Moet je je aansluiten? Moet je je aanmelden? Is het een vereniging, een club? Hoe moet ik dat zien? Het Young Professionals Café, we organiseren evenementen voor zij die dat nodig achten. Door onze visies, onze drie verschillende pilaren, hebben we verschillende evenementen met actuele topics die de Young Professionals eigenlijk nodig hebben. We hebben een website waar je member kan worden en dat is eigenlijk voor netwerkdoeleinden. Je signed up, je geeft je gegevens en het is de bedoeling dat het een heel netwerk wordt van verschillende young professionals om te zien, die doet dit, die heeft zo'n business, ik wil graag met die linken. Maar tijdens de event zelf is het dat jij, wat jij zo called een break, daar komt halen. Laten we praten over seksuele rechten of hoe kan je onderneming starten. Dingen die je niet allemaal bij de hand liggen voor ieder. Dat willen wij faciliteren, vandaar het ook heel laagdrempelig is. Iedereen is welkom en het is de bedoeling dat je daar komt om wat mee te nemen. Oké, en de young professionals die komen elkaar eigenlijk alleen maar tegen tijdens de evenementen die jullie organiseren? Dat is ons voornaamste doel, want we willen naar buiten, dat is één. Want we willen ook netwerking stimuleren. Maar verder, zoals ik zei, kan je aanmelden op de website waar we onze member community hebben. Dus als er geen evenementen zijn, kan je elkaar daar vinden en linken. Ja, het is natuurlijk altijd wel leuker, dat persoonlijke contact. Hè? Dus die evenementen zijn wel belangrijk. Ja, maar goed, afgelopen week hebben jullie dus een van de activiteiten uitgevoerd. En dat is namelijk een talk-to-talk show, zal ik het maar noemen, want dat was in Suposo. En vertel ons wat meer over wat talk-to-talk precies moet betekenen voor de young professionals. Jazeker.
Professional development is een van de dingen die we willen bijbrengen bij onze mensen. En dat kan door een aantal zaken. Wat we allemaal kennen zijn workshops, seminar, of gewoon open floors. Dat kennen we allemaal. Maar ik heb nergens gezien dat we professional development, professionele skills bijbrengen door middel van een talkshow. En dat idee is dus ontstaan nadat we hebben gesproken met een aantal mensen, experts over wat ze doen en wat ze willen bereiken. And instead of coming sit to listen to a speaker talking about this is my journey and dit heb ik gedaan en je krijgt dit mee middels een workshop, wilden wij het eigenlijk brengen in een garden setting, een beetje outdoor, cozy, met de mogelijkheid om vragen te stellen in een talkshow setting. Dat is anders, dat is nog niet gedaan en dat is wat we dus eigenlijk het vorige weekend hebben gedaan voor de jonge mensen. Leuk. En dit is een evenement dat elke maand herhaald wordt? Ja, op dit moment is dat de bedoeling, dat we het maandelijks zullen doen. En uiteindelijk willen we hem brengen naar 2 wekelijks. Misschien als het heel goed aanslaat, wekelijks. Maar dat is voor de toekomst. Dat is voor de toekomst. Eerst beginnen te lopen en daarna gaan we rennen. Helemaal. Oké, okay. Wat zijn de komende activiteiten die jullie op de agenda hebben? Zeker, we hebben Young Professionals Discussion, dat is een panel discussie waarbij we mensen met verschillende achtergronden over verschillende onderwerpen bij elkaar brengen in het panel en dat we daarover gaan discussiëren. Want dat is echt een safe space voor ieder om te praten over actuele en vooral controversiële topics. Oké, maar die zijn nog niet gestart. Hè? Dus nu zijn jullie panel discussies gestart en jullie talk-the-talk shows zijn gestart. Er zijn ook veel meer, we hebben ook open floor, want ik heb nu eigenlijk alleen gesproken over de professional development activiteiten. Maar daarnaast willen we art en fun doen. Dus we hebben 3, ook naast onze pilaren hebben we professional development, fun en art. Dus we hebben ook garden sessie waar we Surinaamse artiesten in een tiny desk kind of setting daar uitnodigen om zeg maar hun muziek naar voren te brengen toe de young professional public. En we hebben ook leuke gewoon cozy activiteiten zoals outdoor movie nights. Wat we hebben young professionals gevraagd, what's the thing you miss most before the pandemic? En een van de dingen waren going to the cinemas. Dus we hebben ervoor gezorgd dat we outdoor movie nights daar hebben met de nieuwste films. En men kan daar gewoon genieten van popcorn en een great movie. Nou, ik ben geen young professional, want I beat the age limit. Maar ik mis ook wel een movie night. Dus ik hou me aanbevolen om te komen boren. Het is niet alleen voor de young professionals. Wij noemen jou seasoned professionals, met een mooi woord. Ja, dus die zijn zeker ook welkom. Die zijn zeker ook welkom. En bij onze eerste movie night hadden we dus ook een grote groep. We hadden ook heel jonge mensen die waren gekomen. Want ze missen allemaal dat die mind-blowing experience van going to the cinemas. Dus dat hebben we gebracht en het is voor iedereen. Ja. Oké, okay, heel erg mooi. Ik vraag me af hoe jij nog aan werk toekomt als je dit allemaal moet gaan organiseren. Het is een andere conversatie. Je hebt het elke keer gehad over een garden conversation. Dus ik neem aan dat de locatie waar deze activiteiten georganiseerd worden ook is op de plek waar jullie partner aan gelinkt is, toch? Soep Osso, Zus en Zo of wat was de derde ook alweer? Barbizarre. Dus ik neem aan dat de locaties zijn waar jullie actief zullen zijn. Het is 1 locatie, alleen Soep Osso. Dus Young Professionals Café, ja. Young Professionals Café is een concept in Soep Osso. Dus ook voor de locatie, yes. Oké, okay, heel duidelijk. En waar kunnen we jullie activiteitenkalender vinden, zodat we ook kunnen engageren of ook misschien een keertje komen kijken hoe jullie het doen? Op onze website, ypcafé.se, daar staan al onze upcoming events. En natuurlijk, we promoten op onze social media en Instagram, Young Professionals Café. Daar zie je dus zeg maar alle opkomende events en snippets van de vorige events. Dus ik zou zeggen, like the pages and stay up to date. Want onze evenementen gaan hard. We hebben limited spaces per event. Dus wanneer we het live zetten, ik stel voor dat je een notitie aanmaakt dat wanneer Young Professionals Café iets post, dat je het als eerst ziet. Want als je registreert, ben je een van de eerste, want na een dag of 2 is het vol en zullen we de registratie helaas moeten sluiten, want we kunnen een limited aantal mensen accommoderen. Dus zet jouw notification op alert voor Young Professionals Café. Okay, goed, YP Café is de naam van de website, .sr, waar mensen kunnen gaan kijken naar wat jullie allemaal doen. Lunzo, hartelijk bedankt voor het interview. Heel erg veel succes. En we kijken uit naar de activiteit van YP Café. Dank je wel ook voor having me bij jullie eerste season 2 is het, van Q-Time. En ik kijk naar de volgende. Oké, okay. Thank you so much. Good luck.
Thank you. Okay, bye. Dat was er dan weer voor deze aflevering van Q-Time. We hadden als eerste gast in onze nieuwe opzet van Q-Time, Rolinzo Huur. Die sprak over de young professionals en de activiteiten die er voor jonge mensen in Suriname wordt georganiseerd. Natuurlijk op professioneel niveau. Wil je zelf bijscholen of gewoon horen tot een leuke groep die elkaar ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling? Check de website YP Café. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar onze eerste gloednieuwe aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.